küfür. Ben geçerim. Ben o zaman yok şu gelmesin, bu gelmesin dedim. Bak başımıza ne açtı. Dat je voorspellingen uitkomen. Niet uitkomen. Dit is de eerste keer dat je voorspellingen niet uitkomen. Onu derken ama toparlanmış olacaksın. Çünkü burada artık yüzen bal. Als jij naar school gaat, dan ga ik gewoon naar de buren. En dan drink ik gewoon een bakje koffie. En dan hebben we het over jou of zo. Oh nee. Af en toe kijk je nu in het video tot dan. Ja. Een bakje. Maar dat is wat, ja. Hayal kuruyorum. Dan gaan we het hebben over de kinderen. Ja. Hier van het huis. Als jullie klaar zijn, moeten jullie omdraaien. En dan krijgen jullie een verrassing. Juist. Dank je voor het nemen. Geweldig. Ja. Liefje, ik beloof dat we een normaal leven gaan leiden, maar eerst moeten we dit echt nog doen. Liefje, ik beloof dat we een normaal... Jong dame, ik begin met jou. Ik zie een viool. Kijk. Hier, zie je? Inderdaad, man. Kijk, er is iemand die viool speelt daar. Kan het wat sneller, hè? Juist. We moeten wat doen, voordat we weggaan. Nou, ik zou er iets mee doen, met dat talent. Gebruik het... Je hebt talent, maar gebruik het op het goede pad. Ik zie een pistool. Hier moet je wel een beetje... Hier moet je denken, fuck. Ja, dat denk ik. Ik zie een pistool! Een overval? Bloed? Overval of zo, hè? Je weet... Bloed. Weet je dat? Zeg dat je iets? Maar... Ik denk dat het beter is dat jullie weggaan. Voordat je dat zegt, nee. Je zegt van... Mijn voorspellingen komen altijd uit. Ik zeg je. Jij maakt je eigen toekomst. Zorg dat je van waarde is. Dus moet op die... Geef je advies. Ja. Komt er hier voor het vinden van plaatsen. Zullen we in het opnemen? Ja. Tarazan mı? Ja, hazır. Hepsini tutturken, aslında için son saniye siz yapabilir misiniz? Silahlarla şey diyeceksiniz. Şey mi diyeceksiniz? Bu bir soygundur. Bu da tutturur. Tamam, ben de yapayım. Hatta bu... Wij waren precies hetzelfde als jullie. Ja. Wij konden gewoon heel moeilijk dingen gaan plannen. We hadden ook gewoon echt op het laatste moment, net voor de scène, hadden we gewoon de acteurs kunnen bellen om te komen. Want anders stonden ze de hele dag te wachten. Dus we konden echt bijna niks plannen, omdat je in eerste instantie zo intensief... Waar waren zij als jullie? Hans Groenendijk is zelf... Çok efkarlısınız Sinan Bey. Sizi efkarlı görüyorum. Efkarlı mı? Varum. Biz de kendi belgeselimizi yapalım. Ya tok. İlk kez kamera ana o ismi klip yap.